de plek waar we nu staan is ook wel wat waarde, want hier op de achtergrond Nakatomi Building uit de Die Hard film. En dat is natuurlijk de ultieme actiefilm. Jan de Bond was de DOP van die film. En hier kwamen dan die ambulances en die dinges aanrijden. En dat, Bruce Willis zat boven in die flatgebouw. And a hard man to kill. Bruce Willis, Die Hard. We willen een actiefilm maken. In Nederland gebeurt dat weinig. Dus zou je ons een paar tips kunnen geven? Wat kunnen we hier opsnuiven voordat we terug naar Nederland gaan en zelf aan het werk gaan? Ik denk wat je hier kunt opsnuiven is dat ambitie heel goed is. En dat dingen die onbereikbaar zijn, hier wel bereikbaar zijn. Die energie moet je hier vandaan halen. Want als je dit soort dingen in Nederland roept, dan zeggen ze, oh, doe jij maar gewoon. Dat gaat je toch niet lukken. Terwijl hier is het heel erg die opposite. Ik denk dat je dat hier vandaan moet halen. Een van mijn eerste films hier. Ik wilde een hele grote scène doen waar een helikopter naar een schip komt. En we hadden wel het schip, maar ik had natuurlijk geen geld voor een helikopter. Dus ik haalde in downtown LA kocht ik een speelgoed helikopter. Zo'n groot speelgoed. En ik kocht een speelgoedboot. Toen ging ik in de jacuzzi in mijn tuin. Heb ik die speelgoedboot s'nachts opgedraaid, hebben we die speelgoedboot in het water gelegd. Onderwatercameraatje, een GoPro camera onder water. En dan aan een draadje hadden we die helikopter. En die liet ik dan zo zeg maar naar het schip toe gaan. Maar onder water ziet het er dus uit alsof je onder het schip zit. En dat er een helikopter zo naar die boot toe komt. Helikoptergeluiden eronder, tuk, 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 in de mix. En dan snijden we naar het schip, het echte schip. En toen hadden we iemand zo abseilen van buiten beeld. Die ging gewoon boven, die sprong naar beneden. En die abseilt zo van een helikopter. Special effects, kost niks. Maar eigenlijk wat ik nu al hoor uit alles, is gewoon probleem oplossend denken. Yes. Want als ik in Nederland merk ik heel erg, ook zelfs met kleine dingen maken, dat mensen al heel snel zeggen van, oh, daar heb je dit budget voor nodig, of daar heb je dit voor nodig. Terwijl je er misschien wel omheen kan werken. En kom je er dan ook mee weg als je verhaal goed is om dingen anders op te lossen, creatief oplossen? Ja, absoluut. De key van Michiel Ruiter's special effects was om het echt te doen. He, geen greenscreen, we hebben geen greenscreen gebruikt in die film. We hadden echte schepen, die hebben we op het IJsselmeer neergelegd. We hadden een dok gemaakt. Dan konden we zo op het schip lopen, dus het was gewoon een landshoot. En dan konden we heel makkelijk rond het schip draaien met grote kranen. En dan met air mortars die explosies maken. En dan gewoon creatief draaien. Alle zeeslagen in Michiel de Ruiter is 2,5 week draaien. Als ik dat hier in LA zeg, mensen die is echt zo, what? You didn't have $40 million to do this movie? No, we had $8 million. En hij shot the sea battles in 2.5 weeks. Maar het is gewoon slim en efficiënt draaien. Los van het hele film maken, zijn we ook een beetje aan het ontdekken van de actiehelden. Wat moeten die kunnen? Waar moeten die aan voldoen? En hoe kunnen ze dat op een realistische manier overbrengen? Nou, dus belangrijk is, geen stuntdubbels gebruiken. Als je naar John Wick kijkt, en Keanu Reeves die vecht, geen dubbel. Yeah, I'm thinking I'm back. En dat is gewoon gaaf. Als je naar Die Hard kijkt, dan zie je heel goed, kun je kijken tussen Bruce Willis en zijn stuntdubbel snijden. Dat is echt gênant. Dat was 20, 30 jaar geleden kon je dat nog doen, maar tegenwoordig in een moderne actiefilm die jullie moeten maken, kun je dat niet meer... Dus eigenlijk een ideale test is gewoon eerst onszelf door die hele molen halen om te zien wat we met de acteurs kunnen doen. Ja. Aangezien wij twee gemiddelde personen zijn met gemiddelde atletische skills. We zijn toch wel hele stoere mannen. Toch? Stiekem trainingje of twee. We kunnen nog wel wat training gebruiken. Ja. En met training gebruiken bedoelen we uiteraard niet de kaakspier, want daar zit het bij ons wel goed mee. Voor onze eerste workout helpt Bas Rutten ons een handje om een begin te maken, wat hoogstwaarschijnlijk de meest teleurstellende sessie is die hij ooit gezien heeft. Dat zijn 6 exercises. Normaal doen we er 12 en er zou 1 ronde zijn. En dan doen we die een heel bordje thuis. Maar dit ga je best voelen. Dus 30 seconden van ieder oefening? 30 seconden ieder oefening. En jullie blazen er gewoon doorheen. Ik pak hier mijn telefoon met mijn klokkie. Dit klinkt nu al als het slechtste idee ooit. Maar het ding is ook, je bent koud. Dus daarom meestal de eerste, tweede ronde,
zijn heel zwaar. De derde ronde, als je warm begint te worden, geloof het of niet, dan begint het makkelijker te worden. Ja, en dan wordt het weer wat moeilijker aan het einde, maar dan krijg je de tweede wind. Als je nou al goed warm zou zijn, nou, dan valt het ook nog wel mee. Maar omdat je koud bent, ga je het best voelen. 3, 2, 1, go. Zoveel mogelijk pushen. Pap hem uit. Go faster met de jumps. Zoveel mogelijk je proberen. Sorry Bas. Sorry YouTube. Even stonden. Wat een teleurstelling. Tijd. We zeiden het al, 3 minuten, maar je bent helemaal stuk. Ja man. Dat is echt niet normaal. Man. Dus we hebben echt nog een hele lange weg te gaan. Ja. En we hebben weer gezien dat we nog veel uurtjes moeten trainen. Tik hem aan. We zijn op weg naar Arjen Tuiten, de baas die we 6 jaar geleden al een keer spraken over zijn werk aan onder andere Ironman en Pan's Labyrinth. Ja, maar toen werkte hij inderdaad nog in de studio van Stan Winston, Legacy Effect.